In Delex 5 hebben we het beheer van de lijsten aanzienlijk verbeterd. Om te beginnen heeft elke standaard lijst een beperkt aantal kolommen zichtbaar om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Natuurlijk is het nog mogelijk om andere kolommen toe te voegen of te verbergen via de rechtermuisklik Kolommen bewerken of de F12-toets. In dit voorbeeld verwijderen we de kolom Titularis en vervangen we deze door de verantwoordelijke. Met de pijltjes onderaan kan u de plaats van de kolommen bepalen. Een interessante nieuwe functie is de mogelijkheid om de lijst te groeperen volgens één of meerdere kolommen. De huidige lijst is al gegroepeerd per dossier, maar het is mogelijk om deze groepering te verwijderen door op het kruisje te klikken naast de groepering. In dit voorbeeld passen we deze groepering aan naar een groepering per verantwoordelijke. Hiervoor sleep ik de kolomtitel naar de hier voorziene plaats. Het is mogelijk te groeperen op meerdere kolommen. Zo voegen we ook nog de facturatiestatus toe. U kan de groepering samenvouwen om een samenvattend resultaat van de lijst te verkrijgen. Dit kan ook individueel per groep. De totale duurtijd en totale bedrag worden in overeenkomstige kolommen weergegeven. De sortering van deze lijsten kan u eenvoudig aanpassen door op een kolomtitel te klikken. Bijkomend kan u ook in uw lijst snel filteren door met de rechtermuisklik op de titel te klikken en een selectie te maken. Opgelet, om de wijziging in deze lijst voor later te bewaren, dient u deze lijst op te slaan via de diskette. Door op de diskette te klikken worden weergegeven kolommen, groepering, volgorde en zoekcriteria opgeslagen, hetzij door uw huidige lijst te vervangen, hetzij door een nieuwe aangepaste lijst te maken. Hierdoor is het nu ook mogelijk om een andere configuratie per lijst te beheren. Merk wel op dat het niet mogelijk is om de zoekcriteria van de standaardlijsten aan te passen. Hier kan u enkel de layout wijzigen en opslaan.